we nu onze drie eerste kandidaten voor de titel van Mr. Belgisch Limburg. Het nummer 1 vanavond is Jeremy Martens. Hij is 21 jaar. Hij woont in Zonhoven en deze sympathieke springersveld die houdt van uitdagingen in zijn leven. Beroepsmatig werkt hij als sales advisor in de autobranche en in zijn vrije tijd vind je hem dikwijls terug in de fitnesszaal en zet hij zich in voor verschillende verenigingen. Jeremy Martens. Nummer 2 vanavond, dat is voor Christo Mitsko. Hij is 18 jaar en hij woont in Genk. Hij studeert sportwetenschappen en hij gaat verder studeren als personal coach om mensen te stimuleren om te bewegen. En daarnaast is hij ook nog eventjes een scheidsrechter bij de voetbal. Christo Mitsko. Onze derde kandidaat is 19 jaar, Bart Ernes, en hij woont in Riems. Zijn hobby's zijn fitnessen en hij volgt een opleiding computergestuurde werktuigmachines. En dan verwelkomen we nu graag onze volgende kandidaat voor de titel van Mr. Limburg. Binnen de nummer 4 vanavond, Kjell van de Winkel, bijna 17. Hij woont in Molenbeersel en zijn hobby is voetballen. Verder studeert hij ook nog de richting handel. Kjell van de Winkel. Let's go.
dames toch altijd nummer 5. Bantuan Moes. Hij is 19 jaar. Hij woont te Heusden-Zolder en zijn hobby's zijn tekenen. Hij studeert financiën en verzekeringswijze. Kandidaat is 39, hij heeft de naam die gezegd Kenji Gea. En bij zijn hobby's, daar gaat hij mij straks nog eventjes moeten vertellen wat dat juist inhoudt. Hij houdt ervan van uit te slapen, van op stap te gaan, van te fietsen, maar ook met de kat bezig zijn. Kenji. Nummer 7 mag hij het rijtje afsluiten. Hij is 20 jaar, hij komt uit Diepenbeek, hij draagt de naam Sidi Reinders. Zijn hobby's zijn voetballen en binnen 2 weken start hij als cabin crew attendant. Even uitleggen, dat is steward op een vliegtuig. En dat omdat hij graag mensen helpt. Ja, en reizen, dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Sidi Reinders.